Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga weer verder met eindexamen Latijn 2024. Livius en dan het gedeelte over Hannibal. Dit is boek 21, hoofdstuk 37, paragraaf 1 tot en met 3. Tandem, en dan is een onverbergbaar woordje. Comma, ne qui quam is blijkbaar een bijstelling, tenminste. Er is geen reden om hier te zeggen, dit is een hoofdzin en een nieuwe zin. Ne qui quam is geen voegwoord. Jumentis ad quo hominibus fatigatis is allemaal ablatives. Dus oh, het staat tussen comma's. En zoals gezegd al eerder, de uitgever heeft soms de neiging om een ablatives absolutus tussen comma's te zetten. Dus oké, dit is een ablatives absolutus. Kijk, dat is het voordeel van tevoren al die hele zin bekijken. Castra is een nominativus. Posita is ook een nominativus, maar het hoort bij sunt. Dus, en die sunt moet je toevoegen. Die staat er niet, ellips, maar dat staat wel in de aantekeningen dat je dat moet toevoegen. Dus dit is een PV. Weet je nog, perfect een passief. Injugo is een ablativus. Agerrime is van agerrimus en die uitgang e geeft aan dat het een bijwoord is. Ad it ipsum is een activus door de ad. En loco purgato is ook weer een ablativus. Waarschijnlijk ook weer een ablativus absolutus. Nou, beginnen gewoon onderwerp persoonsvorm even de kern van de zin opscharrelen. Nou, castra is een legerkamp. Het is een meervoudig woord, maar het bestaat niet in het enkelvoud. Plurale tantum heet dat. Daarom staat ook het werkwoord in het meervoud, maar het is eigenlijk één legerkamp. Mocht het er meer zijn, dan staat er wel een getal. Posita es is het is opgezet. Ja, waar is het opgezet? Lijkt me dan het meest logische. Dat lijkt me dan in Jugo, op de bergrug. Eigenlijk is die zin nu af, hè? En tandem, eindelijk. Dus eigenlijk is die zin nu af. Eindelijk is een legerkamp opgezet op de bergrug. Dat is de hoofdzin. Er staan nog dingetjes omheen, maar dit is de kern van de zin. Zoals gezegd, ik zag hier al aan dat dit een ablatives absolutus is, omdat het tussen komma's staat. Ne qui quam is tevergeefs. Alleen. En dan die ablatives absolutus, lastdieren. En mensen vermoeid zijnde. Oké, dat is dan ook een leuk stukje. Die kan ik ook al. Die staat toch tussen komma's. Dus dit is een afgerond geheel. Nadat lastdieren en mensen tevergeefs waren afgemat. De bedoeling is namelijk dat ze niet naar omlaag gekomen zijn. Het is tevergeefs omdat het niet gelukt is om lager te komen. Dat is dat stukje. En dan, aegerime is met grootste moeite, want dan moet ik dat laatste stukje nog doen, met grootste moeite ad it ipsum voor dat doel zelf, voor dat zelf, en ze bedoelen voor dat doel zelf eigenlijk. En we hebben nog een ablatives. De loco purgato, de plaats vrijgemaakt zijnde. Dus dit is echt ook weer zo'n ablatives absolutus. Dus dat wordt dan nadat met de grootste moeite daarvoor, voor dat zelf, daarvoor kun je in beter Nederlands zeggen de plaats was vrijgemaakt. Waarom was het dan zo'n grote moeite? Kijk, daarvoor de plaats zelf, dat is natuurlijk een plek waar zij hun kamp opslaan. Waarom kostte dat zoveel moeite? Nou, dat staat in de volgende zin. Tantum is een nominativus, want fuit staat er en dan kun je geen actiefs hebben. Denk eraan als er het werkwoord zijn staat. En niet als onderdeel van de perfectum passief, maar als het er gewoon staat, dan kan er geen actieve staan. Vodiendum
Adque egerendum is een nominativus, maar dat is dus weer zo'n ND-vorm met esse. Dus dat is een gerundivum van noodzaak. Dus dat is ook onderdeel van de PV. En nivis is genitivus. Dus alles bij elkaar. Zoveel van sneeuw. Het moest worden weggegraven en afgevoerd. Wij zeggen niet zoveel van sneeuw, genitivus partitivus, maar zoveel sneeuw. Dat mag. Bij een genitivus partitivus laat je de van weg. In Nederland zeg je dat niet. Moest worden weggegraven en afgevoerd. Dat was dus de reden waarom het met zoveel moeite was. En dan een hele lange zin. En die best ingewikkeld in elkaar zit. Dus pas even op. In de ad rupem muniendam. Dat is een gerundivum, want het congrueert met rupem. Maar er staat geen esse bij. Het congrueert ook met rupem. Dus dit is geen gerundivum van noodzaak. Het is wel een axitivus. Hoofdzin. Want er staat hier niks wat een bijzin aangeeft. Per quam is wel een bijzin, want quam is per quam is een relativum. Per quam unam is een axitivus door de per. Via is een nominativus. Poterat is de PV. Dan een komma. Die bijzin is af, dus ik verwacht dat dit het volgende stukje bij die inde hoort, want dat is maar een heel klein stukje van de hoofdzin, maar ik heb nog niet de hele hoofdzin. Dus deze milites, die horen daarbij. En dat is mooi het nominativus. Helaas komt er dan weer een voegwoord van de bijzin. En die hoofdzin is nog steeds niet af, want ik heb geen werkwoord. Caedendum esset is een PV-onderdeel. Die caedendum is weer die gerundivum van noodzaak. Want nu heb ik een ND-vorm met een vorm van esse. Dus dat is een gerundivum van noodzaak. Saxum is een. Oh ja, Saxum is een nominativus. Ik had die komma even niet gezien, dus ik dacht even, hè. Dan komt er weer een komma en die bijzin is af, want er staat een werkwoord. Dus ik ga weer terug naar mijn hoofdzin. Ik zie hier namelijk geen voegwoord staan. Dus ik ga terug naar mijn hoofdzin. En dat betekent dat die milites doc die hier verder gaat, bij de arboribus. Arboribus is een ablativus. En Imanibus deiectis decunctatis ook. En dat zijn, die laatste twee zijn PPP's. En er staat weer een komma. Dus ik vermoed dat dit zo'n ablativus absolutus is. Want hier staat ook verder geen voegwoord. Dus dit is weer aangegeven door de uitgever. Jongens, pas op, dit is een ablativus absolutus. Dus dat betekent dat de hoofdzin gewoon doorgaat. Dat ik daar niet moeilijk over moet doen. De hoofdzin gaat gewoon door. Struem ingentem is een axitivus, als je wil. En lignorum is een genitivus. Faciunt is de PV. Dan eamque. Eamque is et eam. Hier is dus waarschijnlijk, want deze zin is af, ik heb een werkwoord. Dus dit is waarschijnlijk het begin van een nieuwe hoofdzin. Eam is een axitivus. Macum is een woordje van, is een voegwoordje. Het is geen voorzetsel, want er staat geen ablativus achter. Dus hier begint een nieuwe zin. Vis is een nominativus. Venti is een, de apta is ook een nominativus. En de coarta, esset ook. Coarta is weer zo'n PPP met de vorm van esse, dus samen is het een werkwoordelijk gezegde. Venti is een genitivus. Faciendo igni is een dativus. Dat hoort door die coorta. Anders kun je ze zo kunnen zeggen. Het is toch een ablativus? Nee, ik weet. Bij de coorta hoort een dativus. Dan is die bijzin af, want ik heb een PV. En dat betekent dat
Deze soekedoen, Ejamke was niet af, dus die soekedoen is het vervolg van de Ejamke-zin. En gelukkig is dat een werkwoord. Maar dan komt adientia que, que erachter is et ervoor, dus hier staat een nieuwe hoofdzin. Hou dus wel elke keer in de gaten of de hoofdzin er of een bijzin is, want als je een hoofdzin als een bijzin vertaalt en omgekeerd, kost je dat alle punten van de vertaling. Ardentia is een activus. Saxa ook. Infuso putrefaciunt is een PV. Je moet daar even naar achteren. En infuso acceto is een ablativus. Zo, dat is hem. Dus een beetje, hier moet je echt de tijd voor nemen, want anders wordt hij echt heel lastig. Ik zal hem even naar beneden doen, niet dat het veel zal helpen. Op een gegeven moment stopt hij toch, dan kunnen we niks meer zien. Zo. Nou, dan gaan we eerst met die eerste hoofdzin. Inde ad rupem muniendam milites ducti arboribus circa imanibus deiectis detruncatisque struem ingentem lignorum faciunt. Oké. Wat is het onderwerp? De milites ducti. De soldaten. Geleid zijn. Geleid zijn. Hier misschien beter. Gezonde zijnde, dat staat wel in de aantekeningen. Wat doen die? Zij maken. Wat maken ze nou? Een losse accessivus, en dat is dus struem ingentem. Die losse accessivus is natuurlijk struem ingentem. En dat betekent een geweldige stapel. En dan staat er geen genitief bij van hout. Mooi, daar heb ik eigenlijk mijn zin. De echte kern van de zin. Inde betekent vandaag, vervolgens. Dus eigenlijk is de hoofdzin vervolgens. Maken de soldaten een geweldige stapel hout. Leuk. Er staat er nog een heleboel dingen erbij, maar oké. Okay. Nou, wat staat er dan nog bij? Wat heb ik nog niet vertaald? Ad rupem muniendem. Ad met de gerundium of gerundium is altijd om te. Die moet je altijd zo vertalen met om te. Dus om de rotswand begaanbaar te maken. Nou, oké, okay, die kan er ook mooi bij. Om de rotswand. Die lijkt me wel hier mooi bij de hoofdzin passen om de rotswand begaanbaar te maken. Die heb ik nou vertaald. Dan heb ik verder nog. Ik kan natuurlijk trouwens even af. Ik zit me even af te vragen. Deze ducti, deze onbegaanbaar te maken, staat vlakbij ducti. Dus dan denk ik dat het beter is om nu die ducti ook te vertalen. En die onderkant rond begaanbaar te maken. Want op zich zou het kunnen, maar dan staat die ad rupem muniendam, op deze, als we het zo vertalen, dan staat die ad rupem muniendam een beetje vreemd. Hij staat voor de ducti, dus het zal iets van die ducti zeggen. Oké, dan ga ik nu ook verder dan met die gezonde zijnde. Ik weet nu wat daar aan de hand is. Vervolgens maken de soldaten die gezonde zijn om de rotswand begaanbaar te maken. Zij maken een stapel hout. Een geweldige stapel hout. En dan houden we alleen nog die ablatives absolutus over. Dus een komma. Kirka betekent rondom. Die ablatives betekenen bomen. Imanibus bomen, reusachtige bomen. En reusachtige bomen, dejectisch geveld zijnde en van takken ontdaan zijnde. Dus dan is die ablatives absolutus nadat rondom reusachtige bomen geveld waren en van takken ontdaan.
dan heb ik die lange hoofdzin af. Die per kwamzin, die hoort bij die ad rupem moniendam. Dus dan moet je denken van, oké, de rotswand, daar wordt iets van gezegd. Dus die per roep per kwam moet je bij die rotswand zeggen. Per kwam is dus de rotswand. Even als herinnering, rotswand. Per kwam betekent waar langs, alleen. Nou, daar hoorde die unam ook nog bij. Via is de weg. En esse poterat, hij zei, kon zijn. Dus de rotswand, die verhindert de enige weg, waarlangs alleen een weg mogelijk was, een weg kon zijn. Waarom zou dat hier vrij vertalen? Waarlangs alleen een weg kon zijn, de weg kon zijn, zou je hier beter kunnen zeggen. Niet een, maar de. Oké, dan hebben we die militaris ducti. En daar wordt van gezegd, cum caede num esse saxum. Dus de soldaten die gezonden waren om de rotswand te maken. En waarom waren ze daarvoor gedaan? Dus dan zou je ook hier eigenlijk die omdatzin kunnen doen, die cumzin. Cum moet je hier met omdat vertalen, want ik weet wat er staat, dan weet je dat dat verklaring is. Caedendum esse saxum. Saxum is een nominatief en betekent een rots. En caedendum esse, het moest uitgehakt worden. Dus omdat een rots, want denk ik, uitgehakt moest worden. Dat is dit stukje. Deze hebben we dus al gehad. Nou die eamquezin. Kwe is en. Eam is een activus. Zij, haar. Het is geen ACI of zo, denk ik. Haar. Sukendund. Zij steken aan. Die en zij steken haar aan. En die haar is die stapel hout. Want haar is vrouwelijk en die struem in Gentem is ook vrouwelijk. En zij steken haar aan. Wanneer doen ze dat? Koem. Dat wordt dan in dat koemzinnetje gezegd. Koem. Toen. Toen. Het. Dat zal dan hier niet en zijn, want dat is een beetje onzin, dus het zal wel ook zijn. Wacht even, zet ik hem in de goede? Oeps, nee, dat moet ik natuurlijk wel goed doen. Toen ook. En dan, de vis venti apta coorta esset. Het geweld, de kracht van de wind. Geschikt om, en daar wordt een dativus bij. Staat weer in aantekeningen. Coorta esset, zij was opgestoken. En wat is die dativus? Dat is faciendo igni. Geschikt. Weer een gerundivum. Het congrueert met igni. Een gerundivum zonder esse vertaal je als een zelfstandig gemaakt lidwoord. Een zelfstandig gemaakt werkwoord. Dus het maken van vuur. Dus dan wordt dat toen ook de kracht van de wind. Eigenlijk zou je dat hendiadis heet dat. In eentje, twee woorden vervang je door. Twee zelfstandige naamwoorden vervang je door één zelfstandig naamwoord. Dus dan is beter in Nederlands de krachtige wind. Hendiadis heet dat. Geschikt. Geschikt om vuur te maken, was opgestoken. Dus dat helpt natuurlijk, hè? Een flinke wind. En dan het laatste stukje. Ardentia sacra, saxa infuso acceto putrefaciunt. Putrefaciunt. Ook weer een hoofdzin. Er staat geen voegwoord in van de bijzin.
Putrefaciunt is, zij doen barsten. Zij doen barsten, de brandende rotsen is natuurlijk een lijnd voorwerp, want dat heb ik nu nodig. Met een n'etje. En dan die ablatives. Azijn, gegoten zijn erop. Dat betekent, en ze doen de brandende rotsen barsten met er overheen gegoten azijn. Meestal zeggen ze, want dit is een feitje dat heel vaak voorkomt, dat in het collectief geheugen zit, dat hij het met wijn deed. Ik weet ook dat er een aflevering is van Mythbusters, een oude Mythbusters, die dit getest hebben, waarin dit getest is. En daar blijkt het ook echt wel te lukken, de rotsen kraken, er komen spleten. Dus dit is getest en het klopt. Volgende zinnetje. Toridam is een actives. Incendio zal een ablatives zijn. Ablatives komt veel vaker voor dan een dativus. Rupem is een actives. Ferro is een ablatives. Pandunt is een werkwoord, een pv. Dan komt er weer een werkwoord en een kwe, dus een voegwoord. En het voegwoord is nevenschikkend, dus hier begint een nieuwe hoofdzin. Anfractibus modicis is een ablativus. Clivos is een actives. Ut is een voegwoordje van de bijzin. Met een conjunctivus zo te zien. Nee. Jumenta is een nominativus. Nominativus, ja. Elefanti is een nominativus. En possent is de pv. Als je even twijfelt, zoals ik ook deed met is jumenta nou een nominativus of een accusativus? Non solum sed etiam is een vaste combinatie, niet alleen maar ook. En dan moeten dus ook dezelfde naam vallen staan. Elefanti is duidelijk een nominativus, dus jumenta ook. Daarom kijk eerst altijd de hele zin na. Nou, pandunt betekent zij maken toegankelijk. Wat maken ze toegankelijk? Ik heb natuurlijk een lijn voorwerp nodig. Dat is de verhitte rotswand. En dan hebben we nog twee woordjes, de brand. En we hebben nog de houwelen. Die brand staat opgesloten door Toridam Rupem. Dus die hoort daarbij. En dan hoort de ferro. De ferro betekent eigenlijk ijzer. Metonymia, je noemt het de stof waar het van gemaakt is, in plaats van het voorwerp. Dus, zo, met iter natuurlijk nog bij, zo. Zo maken ze de door de brand verhitte rotswand toegankelijk. Met ijzer. Onthoud dan, als je het zo doet, dan weet je dus dat daar die metonymie staat. Als je net al het invult wat ik in de vertaling zie, dan hou welen. Dan, als je dat dan leert, dan zie je misschien niet dat daar die metonymie staat. En in Nederlands kan het toch ook wel. Moliunt betekent zij maken zacht. Letterlijk, ze maken zacht. Maar in dit geval is het ze maken minder stijl. Vrijere vertaling, want hoezo kun je hellingen zacht maken? Ze maken ze minder stijl. Clivos zijn namelijk de hellingen. En we hebben nog een ablatives. Geleidelijk dalende zigzagwegen. Dat is niet de letterlijke vertaling, maar dat staat in de woordlijst. Lang, kort rij. En een ennetje.
En ze maken de hellingen minder steil door geleidelijk dalende zigzagwegen. Dat zie je ook overal in de bergen. Hè? Je gaat niet rechtstreeks een berg op, er zijn altijd haarspelbochten. En dan die Oetzin. Oet met de koninklijke is op dat zodat dat en omte. Ze maken de hellingen minder steil door geleidelijke zigzagwegen. Op dat of zo, dat kan ik nog niet beslissen. Eerst maar even de rest van de zin bekijken. De doekie possent, zij konden worden geleid. En als onderwerp hebben we de lastdieren en de olifanten. Nou, is het nou op dat zo dat? Ze maken de hellingen minder steil door geleidelijk dalende zigzagwegen, zodat. Ik denk dat dat... Ja, misschien ook op dat, eigenlijk. Maar laten we maar op zo dat houden. Dan is het een conjunctivus van gevolg. Als je op dat doet, dat eigenlijk ook hier wel kan, dan is het een conjunctivus van doel. Waarom maken ze die minder stijl? Omdat die lastdieren daar langs kunnen komen. Dus ik denk dat het hier niet echt duidelijk is of het nou op dat of zo dat is. Zo dat. We hebben natuurlijk non solum sed etiam. Nou, denk aan die constructie, niet alleen, maar ook. Ga ze niet los opzoeken, dan ga je soms helemaal de mist in. Dan zie je soms solum als het woordje grond en zo. Dan kan het zo hartstikke misgaan. En we hebben nog het nu een zodat. Niet alleen, want die staan non solum. Niet alleen. De lastdieren, maar zelfs de olifanten naar beneden geleid konden worden. Die naar beneden komt door die D-doeker naar beneden. Dat is dit stukje. Ik hoop dat alles duidelijk geworden is en ik zie jullie graag terug de volgende keer.